I can stay like this. Very far away with the ball like this. Yeah? Okay, Alex, show it to me. Now, when you tell me that, I know that you are born in Nigeria, because... Okay. In the goal, eh? This is not rugby, eh? See? Hey, hey, that's what I tell you. Position of your left foot. Allez, do it again. Misschien kun je eerst wat uitleg geven aan Frankie over te spelen zelf. Ja. Dus de jongen heeft dus een eerste nationale gespeeld in Nigeria. En hij stond dus in de nationale ploeg van min 17-jarigen. Dus ik heb hem daar gevolgd. Voor mij is hij dus... Hij is nog jong. Het is een talent. Maar hij heeft dus nog heel veel te leren. Dus ik denk zelfs dat... Voor mij persoonlijk, dat het wel 2 jaar zou kunnen duren vooraleer dat hij werkelijk... En je ziet ook, hij is nog niet volgroeid. Hij is nog niet... Hoe oud is hij nu? 17 jaar. Allee, toch als we nu een dergelijke speler... goed, wij komen tot een overeenkomst. We gaan die aantrekken. De begeleiding van de speler, dat blijft hij opvolgen. Je mocht dat aan al de spelers vragen die ik naar hier breng. Niet, ik ga minstens 1 keer per week bij mijn spelers. Hmm. En ik neem er ook niet te veel. Ik heb er maar een beperkt aantal dat ik die goed kan volgen. Want, dat is heel, ik vind dat heel belangrijk. Want u vervangt eigenlijk op dat ogenblik een beetje de rol van de ouders. Hè? En begeleiding is daarin heel belangrijk. Niet alleen voor de club, voor de speler, maar ook voor uzelf. Hè? Ja, dat... ja. Zij zeggen dat dus ook. Hè? Je bent zoals mijn vader. Neemt u ter plaatse ook contact op met de ouders als het over een dergelijke jonge speler gaat? Uiteraard. Dus nu komt er voor ons op aan, goed, wat zijn de financiële verwachtingen het eerste jaar? Want dat is toch het belangrijkste. Laat ons zeggen, wij gaan ervan uit dat hij wordt ondergebracht in een home. Ja. Dus logement is dan eigenlijk voorzien. Dan interesseert dus mij wel. Goed, wat verwacht men dan nog in de beginfase financieel? Dat is wel een vraag wat we door moeten. Ja, uiteraard. Wel, er zijn in feite 2 zaken, hè. Dus het persoonlijke voor de speler. Ja, daar gaan we het nu, kunnen we het wel over hebben. Ja, en dus het... in feite contract, de arbeidsovereenkomst met de speler. Ja. Ik heb dus aan hem gezegd van, kijk, wanneer je kunt, wanneer er een club is die vandaag u de kans geeft om u te ontplooien, dan moet je die kans nemen. En dan staat het financiële ondergeschikt aan... die kans. Dus ik zou hem in feite ik zou beginnen met hem het minimumcontract te geven wat dus nodig is om hem hier legaal... Minimum profcontract is dus wel ongeveer 43.000 frank. Ja, uiteraard. En dat moet zeker al voldoende zijn voor zijn eerste jaar. En het is uiteraard een Afrikaan, kan hij iets meenemen voor de familie. Ik denk niet dat $1000 dat een onoverkomelijk bedrag is. En boven, dan zijn we er in feite voor het eerste jaar voor hem, vind ik. En u zorgt voor het ticket als hem huiswaarts gaat? Nee, uiteraard als we dan... Maar nee, u zegt we zijn er dus nog niet, hè? Hij heeft dus een ticket om terug te keren. Ik had dat ook niet verwacht, dus. Weet. I translate it later. Hij heeft dus een ticket om terug te keren. Dat is important. we are talking about the conditions, but... yes. Hij heeft een ticket om terug te keren. Ja. Maar uiteraard, het is zo dat hij van ginder terug hier moet. Terugkomen. Ja, dus in feite moet hij een ticket hebben om terug te keren. Dat is iets van ook een... Met andere woorden, u laat een club of meerdere clubs proeven. Eén keer als men geproefd heeft, dan mag men de rekening betalen. Wel, het is zo, KV Mechelen heeft in feite de mogelijkheid om een talent aan te trekken, zonder dat je eigenlijk een investering moeten doen hebt. Want ik heb zijn eerste ticket eigenlijk zelf betaald. Ik heb eens ooit met onderhandelingen toegepast, op een vriendschappelijke basis bij wijze van spreken, ondanks dat het zakelijk is, dat ik een overeenkomst gemaakt heb. Goed, men ging 2 Afrikaanse spelers brengen. Heb ik dus kunnen bekomen. Als er 1 speler niet voldeed aan de verwachtingen,
dat men een andere in de plaats zou leveren voor hetzelfde geld. Ja. Bent u daar ook toe bereid? Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat ik geen andere ga moeten brengen. Ja, maar nee, dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik ben daartoe bereid, uiteraard. En dan hebben we voldoende getuigen, dus dat is goed. Nee, maar het is...